Hallo iedereen, dit zijn de grootste geluksmomenten vastgelegd op camera. En je zal zien hoe sommige mensen of dieren geluk hebben net wanneer het nodig is. Het geluk lacht niet iedereen toe, maar soms, wanneer je denkt dat je lot onafwendbaar is, komt dat geluk op het juiste moment. Hier zijn 13 gelukkige momenten vastgelegd op camera die je moet zien en nummer 1 is spectaculair. Niemand kan zoveel geluk hebben en het navertellen. Amazing! Woohoo! 13. Een buschauffeur en de cliff. Studies zeggen dat commercieel vrachtvervoer een van de dodelijkste banen in de VS is. Meen je dat serieus? Wat zou je zeggen tegen vrachtwagenchauffeurs die met grote bussen en vrachtwagens over de gevaarlijkste bergwegen in de Himalaya en de Andes rijden? Een busreis in het bergachtige Peru doet je elke seconde aan je sterfelijkheid denken en het zijn momenten als deze dat je leven in handen ligt van een chauffeur die op zijn best moet zijn om een bocht als deze te nemen, waarbij de bus zowaar een eindje van de weg raakt. Behoorlijk zenuwslopend dus. Als je de wegen in Cundinamarca in Peru bereidt, lijkt het alsof je ter dood veroordeeld bent. Ongelukken zijn er niet ongewoon en er zijn al meerdere bussen van de klif afgereden en in een ravijn gestort. Deze buschauffeur heeft niet alleen behendigheid, maar ook veel geluk aan zijn kant. 12. Man mist een bal in het gezicht. Dit is te mooi om waar te zijn. Wie zit er niet graag op de voorste rij bij een honkbalwedstrijd? Ik niet, want je weet niet wanneer een bal tegen je gezicht zou knallen. Denk je dat deze man in de video daar last van zou hebben? Kijk eens naar de man gekleed in het witte shirt. Hij lijkt zich niet bewust van het spel en kijkt in plaats daarvan naar beneden, waarschijnlijk naar een mobieltje, als een bal recht op hem afkomt. Hij bukt niet, beweegt niet of kijkt niet op en het is één van de grootste geluksmomenten in zijn leven als de bal langs de smalle ruimte tussen hem en de volgende persoon vliegt en in plaats daarvan tegen de rugleuning van het zitje smakt. Ik bedoel, hoeveel geluk kan iemand hebben? 11. Rakelings gemist door een walvis. Rondvaarten in het Noordpoolgebied zijn de nieuwe leukste bestemming waar je walvissen uit het water ziet springen. Maar soms springen ze ook op de boot. Dan kan je je wel voorstellen wat er kan gebeuren, nietwaar? Deze bijzondere groep ontsnapte op het nippertje. Terwijl ze druk bezig waren hun wonderlijke omgeving te fotograferen, springt er plotseling uit het niets een gigantische walvis uit het water die hun boot op een haar na mist. Hoe geweldig en toevallig is dat? Het moet een overweldigende ervaring geweest zijn, maar ook een beangstigende. 10. Godzilla op het circuit. Is dit gek of niet? Als Formule 1-rijder is het laatste wat je zou verwachten een kleine Godzilla op de baan te zien. Deze video bewijst hoe het geluk ook dieren toelacht, want deze varaan bevindt zich waarschijnlijk in een van de gevaarlijkste situaties van zijn leven. Hij bevindt zich midden op een Formule 1-circuit en geeft om de een of andere reden blijk van behoorlijk gezond verstand door te wachten en niet die stap naar voren te zetten als een auto voorbij suist. De bestuurder heeft hem al gezien, maar hij zou weinig kunnen doen als de varaan vooruit gaat. Gelukkig wierp de beslissing van Godzilla in een fractie van een seconde vruchten af en hij stak veilig de baan over. 9. De geluksdag van de eekhoorn. Over dieren die geluk hebben gesproken, deze eekhoorn besloot dat hij een professionele X-Games snowboardwedstrijd van dichtbij wilde zien. Dit is geen ongelukkige scratch zoals de pechvogel die in de film Ice Age te zien is. De eekhoorn was misschien alleen maar aan het rennen om een nootje te halen, maar belandt op het pad van een deelnemer die jammer genoeg niet wil stoppen omdat hij dat niet kan, of toch wel. Maar deze eekhoorn heeft het geluk aan zijn kant, want hij wordt op het nippertje gemist door de snowboarder die net om hem heen draait. Gelukkig kwam de eekhoorn er zonder kleerscheuren vanaf. 8. Stalen zenuwen. Iedereen weet dat motocross kampioenschappen alleen bedoeld zijn voor professionals en waaghalzen, maar ook zij riskeren hun leven en er kan al eens een ongeval gebeuren. Soms zijn zelfs toeschouwers gewond geraakt, maar deze fan met de rode trui schijnt gezegend te zijn met het geluk. Wanneer een racer zijn sprong mislukt, verliest hij de controle over de motor waardoor die de menigte invliegt. Hij vliegt recht op de man in het rood af die de ernst van wat er staat te gebeuren niet inziet omdat hij te druk is met telefoneren. Net als de motor op het punt staat een botsing te veroorzaken, springt hij gewoon over de motor en vervolgt onberoerd zijn gesprek. Of hij heeft stalen zenuwen, of hij heeft niet door wat er zojuist gebeurde. 7. Rakelings gemist door een meteoriet. Als je een professionele parachutespringer bent, is de sport relatief veilig en het is niet zo dat er in de wereld van het parachutespringen vaak ongelukken gebeuren. Een ongeluk is altijd te wijten aan een technisch mankement en het is niet zo dat een meteoriet je zou raken, denk je niet? Fout! Kijk wat deze Noorse parachutespringer Anders Helstrup overkomt, die in een oogwenk eerst bijna pech heeft en daarna van geluk mag spreken. Tijdens een sprong in 2012 raasde een grote rots met een buitengewone snelheid langs hem heen en als die hem geraakt had, zou het fataal zijn afgelopen. Gelukkig miste de rots hem.
Deskundigen die de beelden zien zijn ervan overtuigd dat het een meteoriet was, want er is geen kans dat een rots uit het niets duizenden meters omhoog opduikt. Voor alle duidelijkheid zei een geoloog Hans Amundsen dat het hoogstwaarschijnlijk een rotsblok was dat van een grotere meteoriet was afgebroken. Los daarvan heeft deze man ongelooflijk veel geluk. 6. 21 geweerschoten gaan mis. Hoeveel pech zou je hebben als je als soldaat vooraan staat bij een 21 geweersaluut en de man achter je in plaats daarvan je hoofd eraf knalt? Nu, hoeveel geluk zou je hebben als hij miste? Dat is precies wat er gebeurde tijdens deze Russische militaire oefening toen soldaten in twee rijen opgesteld stonden om een 21 geweersaluut met levende munitie te oefenen. Kijk goed naar de derde man op de voorste rij. Zodra de tweede rij hun geweren afvuurt, vliegt zijn hoed af, neergeschoten door de soldaat achter hem. Deze Russische soldaten moeten oefenen hoe ze een 21 geweersaluut moeten afvuren in plaats van iemand te raken met een schoten. 5. Motorrijder ontsnapt ten nauwernood. Dankzij technologie als dashcams worden onvoorstelbare geluksmomenten als deze op camera vastgelegd. Kijk hoe een motorrijder werd vastgelegd die op het nippertje ontsnapte aan een aanrijding. Het incident, opgenomen vanaf de dashcam van een andere automobilist, toont hoe de motorrijder te hard rijdt als de auto voor hem plotseling zonder waarschuwing van rijstrook wisselt. De motorrijder botst met razende snelheid tegen de auto, slaat over de kop en komt op het dak van de auto te staan alsof hij Spider-Man was. Nu was dat beslist een geluksmoment voor de motorrijder, hoewel hij wel stom verbaasd moet zijn geweest toen hij zich bovenop de auto bevond. Ongelooflijk, nietwaar? 4. Onderschat Jaws niet. Kooiduiken met haaien is een nieuwe sport en sensatie die bij velen geliefd is. Maar na het zien van deze video is het duidelijk niets voor mij. Blijkbaar zijn de kooien niet zo sterk als je denkt en als je een slechte dag hebt, weet je niet wanneer je een gigantisch beest met de kracht van een hulk tegenkomt. Net als deze haai hier die inbrak in de kooi van een duiker voor de kust van Isla Guadalupe in Mexico. Het was één en al hectiek en chaos toen de grote witte haai de kooi brak toen die in de oceaan werd neergelaten. Gedachte aan die kaken die naar je happen is genoeg om iemand een hartaanval te bezorgen en, hoewel de duiker in het nauw gedreven was, ontsnapte hij gelukkig ongedeerd, hoewel hij misschien een week lang nachtmerries zal hebben gehad. 3. Trein mist man in een fractie van een seconde. Er is een reden waarom er slagbomen bij spoorwegovergangen staan, maar velen begrijpen het gewoon niet en lappen de regels aan hun laars met gevaar voor eigen leven. Bekijk de CCTV-beelden van deze spoorwegovergang bij Shornhead in Engeland. Het geluk lachte deze fietser toe en mede dankzij zijn snelle reflexen miste een hoge snelheidstrein hem op het nippertje. Hij wilde net het spoor oversteken toen de trein uit het niets voorbij suisde, een fractie van een seconde nadat hij een stap achteruit had gedaan. Zo zie je maar dat de meeste ongelukken op spoorwegovergangen altijd gebeuren omdat mensen graag hun geluk beproeven en onthoud dan dat het geluk je niet altijd toelacht. Dus speel het veilig, wacht op het sein. 2. Het is een shark eat shark wereld. Dit is nu een uniek voorval dat je niet vaak ziet. Hoe kwam een haai in hemelsnaam in een andere haai terecht? De wereld is duidelijk niet meer alleen een dog-eat-dog wereld zoals deze video bewijst. Wetenschappers van de Delaware State University probeerden in de baai van Delaware gemerkte haaien terug te vangen toen er een griezelig incident gebeurde. Een aasvis werd gebruikt om een 91 centimeter lange hondshaai te vangen, maar deze hondshaai werd daarna opgeslokt door een zandtijgerhaai. Dat was een heel interessante ontwikkeling. Natuurlijk stierf de hondshaai, want niets kan die tanden overleven. Maar de zandtijgerhaai werd gemerkt en weer vrijgelaten in de baai. 1. Vrachtwagenchauffeur bijna in tweeën gezaagd. Onze nummer 1 is duidelijk de gelukkigste man op aarde. En nee, hij won geen loterij, maar ontsnapte op het nippertje aan de dood. Meneer Shang reed met zijn vrachtwagen op de Chongqing-Guizhou-expressweg in Centraal-China toen plotseling uit het niets een gigantisch, cirkelvormig zaagblad op zijn auto afdenderde. Shang was stom verbaasd en geschokt toen het blad recht op hem insloeg. Het miste hem op centimeters en hij ontsnapte nipt. Had hij nog sneller gereden, dan was het blad onder een andere hoek ingeslagen en zou Shang in tweeën gesneden zijn. Maar het was duidelijk zijn grootste geluksmoment dat gefilmd werd. Hoe ongelooflijk was dat nu? Vind je ook niet dat deze mensen en dieren ongelooflijk veel geluk hebben dat ze nog een dag leven? Vertel ons wat je denkt in de comments en vergeet niet de video te liken en je te abonneren op dit kanaal.